Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij weer een nieuwe Bus Simulator 2018. Ja, ook als 2020, het spel heet 2018, ik weet niet waarom. Maar, welkom terug. We gaan verder bij waar we gebleven waren, en dat is deze. Ik heb ondertussen even uitgezocht wat een SNG-bus is. Een SNG-bus is eigenlijk gewoon een bus met een speciale motor erin eigenlijk. En dat is... Even kijken, de eerste SNG die ik tegenkom, dat is deze, de Iwinko U-Bahn Mue. Alleen die kost wel centjes, zeg maar, best wel veel centjes, als in 300.000 euro centjes. En wat ik nog langer niet heb. Dus deze week zijn we voornamelijk alleen maar bezig met rijden eigenlijk. En met natuurlijk een nieuwe route maken. Want wij moeten namelijk een route hebben met 10 stops. En die moet door de, even kijken, door de Article Zone gaan, dus hierdoor. Door de Shopper Grounds moet die gaan, dus dat is hierdoor. Ook veel, dus dat is daar, is weg. Ook veel, dus daardoor. En vervolgens bij Siegwalden, dat is hier. Dus ik zit even te kijken of hier een of andere logica in zit, maar daar, je kunt hier sowieso geen logica van maken eigenlijk. Je zou uiteindelijk gewoon zo hier naar beneden moeten gaan, dat zou je het beste kunnen doen. Dus ook veel twee stops, Siegwalden twee stops, nou ja, die heeft ook maar twee stops. De, even kijken, deze moeten volgens mij twee hebben en deze moeten twee hebben, dus wat we kunnen doen is dat we die, oh, we gaan eerst een nieuwe route maken, laten we dat er mee beginnen. We gaan van hier naar daar, naar daar, naar daar. Vervolgens gaan we even een, wat gaan we doen, wat dekt het beste, ik denk dit en dit, en vervolgens hier naartoe en dan pakken we die. Kijk, dit vind ik zo raar, hè, dat hij dan weer helemaal hier zo om terug gaat. Waardoor je best wel een onlogische route krijgt. Maar goed, als het goed is, moet het zo goed zijn. Waardoor we in ieder geval alles hebben gepakt. Kijk, hij heeft hem goed gekeurd. Nou, nu moeten we natuurlijk die route moeten we gaan rijden. Maar... we moeten de route rijden met een SNG-bus. Maar dat hebben wij nog niet. We hebben nog geen SNG-bus. Dus voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst wat meer gaan rijden. Dus ik dacht van, laten we nou een soort van echt een superroute maken. En met een superroute bedoel ik dat je echt alles langs gaat. Dus gaan we één grote rit gaan we doen, weet je wel. Dus we gaan alles in één keer langs. En dan wil ik voor oud, wil ik naar het nieuw ingaan. Dus alles een beetje normaal afrijden. Dus ik zit even te kijken hoe ik dit het beste kan doen. Want eigenlijk heb je... hoef je deze twee niet per se of niet alle vier mee te nemen, want uiteindelijk zou dat een beetje raar zijn. Dus wat kunnen we doen als we hier vertrekken? En dan gaan we hier naartoe, even kijken, hoe zouden we dit kunnen doen? Nou, we doen het op basis van logica, hè? Dus we gaan zo... Zo, kunnen we hier nog even stoppen. Dan gaan we hier stoppen. Ja, dit is dit. Ja, je wilt dit meenemen. Wat je ook kunt doen, is dat je die even, dat we dit even weghalen. Dan gaan we dus hier naartoe, maar dan hier naartoe inderdaad. Kijk, dan is er wel een soort van logica. Dan gaan we hier nog even stoppen. Vervolgens komen we hier binnen. Nou, dan moeten we sowieso iets van een rondje maken, denk ik. Dus gaan we hier naartoe. Hier naartoe. Ja, dan zie je dat er geen ene sikke pit meer van. Dan gaan we, kunnen hier nog even stoppen. Vervolgens gaan we hier. Daar, daar en daar. Nou, hebben we echt een super rondje. Echt een letterlijke super rondje. Gaan we die even ook saven. Dan is dat echt een super, super, super lange route. Maar dat doen we wel met een speciaal... We gaan, weet je... Ik had nog wat customizations had ik gedownload, zeg maar. En wat ik kan doen, als ik de goede bus heb trouwens. Ja, dat weet ik zeker. Deze coole bus had ik, hè? Ja. Customize bus.
En want ik heb namelijk een leuke skin. Kijk! Van de Connection! Ja, ja. Ik heb een skin van de Connection heb ik gevonden. Wel eentje die er een beetje goed op was. Dat is eigenlijk wel die. Kijk, we zijn vandaag Connection. Wat dacht je daarvan, jongens? We zijn vandaag Connection eventjes. Apply. Kost toch niet knijt te veel geld. En voordat je het weet heb ik het toch alles weer terugverdiend. We zijn vandaag even van de Connection. Dus. Om even terug te gaan naar de routeplanner. Wij gaan de superroute rijden. Star Drive. En dat doen we in daytime. En natuurlijk wel met mijn favoriete bus. De Dat is deze nu. Enable to early event. Ik weet niet. This event is enable passengers will complain. And you will lose reputations. If you leave the bus stop before the time is up. Ha! Nee. Round trip. Nee. Loop. Start a free road drive. Reverse route. Nou, ik vind het wel goed, zo eerlijk gezegd. We gaan gewoon lekker bezig. Dat is misschien wel het beste idee van wat ik heb nu. Ik ga even mee. Ik dacht, wat hoor ik allemaal? Nou, knipperlichtje aan. Next stop, Media Center, Astra. Ja, dat is onze volgende stop inderdaad. Nou. Iemand nog een ticket? Ticket, please. Een ticket, please. A week for a senior. And he wants only one. Hij wil er maar eentje. Ja, eentje. Oké, leuk. Doei. Iedereen erin? Mooi. Nou, dan ga ik zo meteen even bij de volgende halte zijn. Zal ik wel even de bus van de buitenkant laten zien. Hier. Connection bus. Mooi man. Next stop, Greenwich Square. Hoe? Nou, dit is in ieder geval dus de superroute die wij voor vandaag gaan rijden. Daar hoop ik in ieder geval heel veel geld mee binnen te krijgen. En er wil iemand uitstappen. Was nou, dat vind ik wel prima. Ghost? Ja, dat was absoluut een spook. Want spoken bestaan namelijk en daar moet je niet over gaan lachen. Dat is namelijk onacceptabel. En ik wil deze keer geen, hoe heet dat, lantaarnpalen omver rijden, zeg maar, en dat soort rare dingetjes. Dus, waar moeten we hier af of niet? Ja, die bushalte is hier net om de hoek. Kijk! Next stop, Greenwich Square. Oh! Oké! Dat is ook voor de eerste keer gebeurd. Ja, moet ik maar niet zo debiel een foto maken. Nou. Dit is de bus van de buitenkant. Connection. One ticket, please. Oh, ja, ik heb net iemand ondergereden en hij wil in één keer een ticket kopen. Ja, nee, dat is geen probleem hoor. Schrok mezelf ook helemaal het hoedje. 3,80 euro. Dat is gek. Alsjeblieft. Nou. Hopen dat we niet al te vaak dat gaan meemaken in ieder geval. Ik weet trouwens niet waarom hij zo dicht in één keer aan de kant stond of wat dan ook. Misschien had ik daarvoor moeten tuteren. Nou, ik heb dat in ieder geval ook op mijn licentie staan. Dat ik een... Oh, really? Dat ik met 31 overheen ging in plaats van 30. Nou, zoals je kunnen zien wordt het een hele bijzondere en leuke rit. en ik vraag me trouwens wel even af hoe ik dit... Want ik heb nu twee keer een... busspiegel in mijn. Stop, Astra Promenade. Ik hoef geen twee. Van die. A ticket, please. Ja. A ticket, please. Een wat voor ding? Een D voor een student. Eentje. Thank you. Alsjeblieft. May I have a ticket, please? Ja hoor. Die wil een D, een regular. Eentje. Hoe krijg je die dingen ook alweer weg eigenlijk?
Hoe krijg ik mijn... dat is wel een hele zure. Min 20.000. Nou, dat gaat ons... Daar gaat sowieso ons geld eigenlijk. Mirror visibility. Never. Dit gaat altijd al eigenlijk. Dat vraag ik me dan wel een beetje af. Yes, I do want to apply this. Kijk, dit is beter. Dankjewel. Nou, daar gaat 20.000 van ons welverdiende geld. Maar ja, een persoon aanrijden is natuurlijk niet... waarbij je zal zeggen van, nou, dat is een goed idee. Maar ik snap het wel. Dan denk ik eigenlijk gewoon min of meer dat het geld wat we vandaag verdienen ook gewoon direct kunnen wegmieteren aan die boete die we hebben gekregen. Hé, hey, collegaatje. Thanks for being so punctual. Ja, geen probleem, chef. Geen probleem. Dat weet je zelf. Je weet zelf. Nou, voor wie nog even de bus van de buitenkant wil zien natuurlijk. Dit is dus onze mooie connection bus. Een mooi ding op zich, al zeg ik het zelf. Oh, nog een collega. Die rennen lekker vlot achter elkaar. I'm afraid I'm getting sick. Ja, dat is vervelend voor u. Nou, ik vind het helemaal geen good position, maar ze zullen aan mij liggen. Ik heb me beroerd geparkeerd hier. The door. Weak. Regular. Alsjeblieft. May I have a ticket, please? Ja hoor. Single student. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, really? Is het weer zover? Nee. Ik wil opstaan. Really? Je begrijpt toch ook zelf als ik die deur wil dicht doen, dat het dan... Is het net trouwens dicht? Wunderbaar. Kill. Dat zie je mij toch ook niet doen? Je ziet mij toch ook niet als op het moment dat ik de bus instap, gewoon bewust in die deuropengang blijven staan. En dan, hé, hey, de deuren gaan niet dicht. Dat is gek. Dikke koekoek. Ja, ik heb de indicatoren goed gebruikt. Goed van mij, ja. Je weet dat het een rotonde is, hè, vriend? Nou, ik zei al, hetgeen wat ik hier vandaag verdien, dat
Doei doei. Dat is niet mijn bushalte, vriend. Zo, oké, wat eng. Oh, come on, je moet op je snelheid letten, je moet op die gaten in de weg letten. Mensen kunnen toch niet overal mee in zijn, of wel soms. En anders bouwen ze maar betere wegen. Je moet toch wat? Zo. Oh, het is druk. Next stop, Oakwell Central. Nou, dat vind ik wel netjes. Lekker aan de kant zo. One ticket, please. Jo. Single. Regular. Eentje. Met twee. Thank you. I need a few tickets, please. Oeps. Single student. Drie stuks. €4.60, alsjeblieft. Iemand meer verder? Mooi. Toeloo. Tickets voor een lang week senior eentje. Alsjeblieft. That's it. Mooi, doei. Hey, what are you doing now? Well, I used to be a banker, but I lost interest. I used to be a traveler, but then I got an arrow through the knee. Oh, nee, dat mag ik niet meer zeggen. Wat ben je nou te kuchen dan? Oh, een flitsbal. Beangstigend hoor. Stoplichten? Hier? Oké. Nog nooit gezien. Oh, hier nog niet. Hier wel. That's what he meant. Ja, schijnbaar. One ticket, please. D, student, eentje, alsjeblieft. Thank you.
right after a cliffhanger. Next stop, Fisher's Grounds. Ik wist trouwens like, echt niet dat er gewoon... Ik heb nog geen enkel stoplicht in het hele spel gezien. Dat is de eerste die ik zie. Ticket, please? Ja. Week? Nee. Regular? Eentje, alsjeblieft. Thanks. I need a ticket. Single? Regular? Eentje. Twee. 80. A ticket, please. Day student. Yeah, some strange dialogue. Just fill CO 60. One ticket, please. Single? Regular? Eentje. 7 euro 80. Mooi. In last week's episode, they finally revealed that next stop, Nutrivore Research Labs. Oh ja, natuurlijk hebben we stoplicht wel een keer eerder gezien. Dat was de vorige aflevering. Toen reden we ook hier volgens mij. Ik kan me wel min of meer herinneren. Nee, ik zelf ook niet, eerlijk gezegd. Die plotters ontwijken is zo gevaarlijk, joh. Dat wil je niet weten. Nou, what's that smell? Vaak zit je mond onder je neus, dus misschien wil dat wel zeggen. Punctual. Thank you. Geen probleem. Bye. Doei. See you. May I have a ticket, please? Yes, you may. Thanks. Alsjeblieft. Daar was het. Mooi. Ja. Eén vraagje. Hoe moet ik dat in godsnaam ontwijken dan? In zo'n scherpe bocht. Vond ik heb ook wel met ik weet niet hoeveel snelheid doorheen gaan hoor. I
hate the commercial breaks in Winter of Passion. They always come right after a cliffhanger. Yo. Next stop. Yo. Wait. Where's my bag? Waar je hem voor de laatste keer gehad hebt. See ya. Oh yeah. I need to purchase several tickets. Voor een week, een regular en twee stuks. Nou, gaat je kosten, vriend. Thanks. Nou, dat was dat. Ik heb voorrang. Ik wil zo gaan doen, vriend, maar ik heb nog steeds voorrang. Stop. Sugar mill. Binnen bebouwde kom, ik dwing het gewoon van je af, hoor. Gedrukt, hoor. Next stop, Sugarbell. I didn't expect the theories to be true, but Christina is an amputee. Nou, dank je. Oh, lekker strak dit. Mooi. Alright, nu gaan we door naar het volgende stadje. Shipwright's Alley. Oh ja, hier moet ik even wat ruimere bochten nemen, want de vorige keer ramde ik hier een lantaarnpaal namelijk. Dat was ook niet mijn slimste idee ever. Waar ga jij naartoe? Af? Helemaal, het zal wel. Zo, wie wilde mee? May I have a ticket, please? Yes, you may. Even kijken, regular, eentje. Thanks. Oops. I need a few tickets, please. Yes, you can have. Een day. Regular, twee. Thank you. Alsjeblieft. Pitholes die vond ik heel leuk van joh. Ik neem een voorrang. Jullie was niet erg, hè? Nope. Heb ik al gedacht. En je neemt gewoon de verkeerde pion. Heel goed. Niet dat ik dat heel erg veel uitmaak dat ik de verkeerde naam hier, maar goed. Ja, ik sta hier nu toch al, vriend. Single, regular, eentje.
Alsjeblieft. Ja, want je moet gewoon naar de andere kant van de stad heen en daarvoor koop je een busticket. Ik zal gewoon de fiets pakken, maar wie ben ik? Next stop, water treatment plant. Oh ja, ik ben trouwens wel eens vergeten. Anders gaat Jansen daar weer over te zeuren zometeen. Maar ik ben mee vergeten om mijn ding uit te doen. Deze. Nou ja, beter aan het einde van, bijna aan het einde van de video dan helemaal niet. Dus ik zag al bijna het einde van de video, maar ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Zo zometeen wel eventjes kijken dan. Ja, oké, jij geeft mij voorrang. Ik vind het prima hoor, maakt mij niet uit. Oh, dit is niet mee. Very punctual. Thank you. Ja, geen probleem hoor. May I have a ticket, please? Oh, jij koopt gewoon een ticket voor om de hoek op te gaan. Ben je niet goed of zo? Echt hé. Alsjeblieft. You. We gaan de hoek om, hè, vriendin. Dat begrijp je toch? We gaan niet naar de andere kant van Europa heen. Doe, pak de fiets en alsjeblieft. Last stop. Please leave the bus. After 5000 episodes, Winter of Passion is still going strong. Oh, ik zie hem weer staan. Hallo. Ja, oké, het is misschien zwaar overdreven, maar ik hou er wel van. Doei! Laat geen rommel achter, alsjeblieft. Son of a bitch. Laat geen rommel achter. En wat doen ze? Wij laten even een fles soda hier ergens achter in de bus. Alsjeblieft, dankjewel, graag gedaan. En ook nog meer zelfs. Tjonge, jonge, jonge. Hey, mensen, je kunt er om je man met de bus omgaan. Nou wel soms. Goeiedag, hé. Hey. Maar, kijk, mooie bus, hè? Ja, mooie bus. We gaan naar nul. Weet je, dat was, we gaan naar nul. Maar het is wel een mooie bus. Ga ik dat doen? Nee, want waarschijnlijk rijd ik iemand aan of zo. Dus dan krijg je dat. Onzin weer. Kijk, huppakee. Ja, dat bedoel ik dus. Je maakt zoveel centjes en je raakt er zoveel kwijt. Is dat mooi? Nee. Income. Ja, hier rijdt ook gewoon niemand volgens mij. En ik heb maar drie... volgens mij maar drie medewerkers en die rijden dan hierop inderdaad, ja. Dus dat kan wel kloppen. Dat ziet er goed uit. Dus ik heb €34.000 heb ik weer binnengehard. Dat is mooi. Even kijken, wat voor route is dit? Dat is van hier naar daar. Maar ja goed, ik heb nu eigenlijk alles al een beetje gecoverd. Dus dat betekent dat de onnodige routes... Even kijken. Deze covert eigenlijk... Ja... Dit zijn gewoon een beetje van... Deze kan ik wel weg. Die is niet meer nodig. Eens even kijken hoor. Want deze covert alleen maar eigenlijk dit gedeelte. Dus... Even kijken. Hij rijdt in twee verschillende steden eigenlijk. En dit is alleen maar... Wat hier is eigenlijk. En als ik het zo een beetje zie... Dus deze drie rijden... Dan zou ik deze op zich wel weg kunnen halen en die eventjes hierop stoppen eigenlijk. Dat is misschien wel even een beetje idee om op de grote, om op deze te zetten. Want deze kan namelijk nu gereden worden door een persoon eigenlijk. Als je, als ik in ieder geval genoeg overhoud, want ik heb niet voldoende bussen. Ik heb momenteel maar 1,
twee, drie. Ja, ik heb vier bussen, maar plus mezelf kan ik er dus drie uitbesteden aan andere mensen waarschijnlijk. Dus het is sowieso wel handig dat iemand hier gaat rijden. En deze doet natuurlijk het minst. Denk ik, want die rijdt alleen maar een rotje in Astra Park, om zo te zeggen. Dus als we diegene nou hier even gewoon van afhalen. Want we moeten natuurlijk wel op de een of andere manier een beetje sneller geld binnenkrijgen. En wat is deze trouwens, bedenk ik me net. Wat is route 7? Oh, dat zijn deze drie. Oké. Nou ja. Anyways, wat is dan handig? Ja, dit covert alles, hè. Heel, nou, niet alles, maar wel veel. Hier moet je sowieso iemand op hebben. Wat is het kleinste? Dit is het kleinste. Dus hier halen we de driver. Hier halen we Mio met de... deze vanaf, zeg maar. Dus dat doen we later wel een keer. Dan rijden we die zelf misschien nog even een keertje. Dan closen we die. En dan zetten we haar op de grote in ieder geval. Dus we gaan hier een driver aan zetten. Hier gaan we Mia en dan met deze bus eraan in ieder geval. Zo, dan is er nu iemand op deze route in ieder geval. Dan kunnen we de volgende keer deze nog wel even gaan rijden trouwens. Even kijken, zijn er te veel? Nee. Hoe lang zijn we weer? Nee. Dit bewaren we voor eventjes voor een ander keertje, denk ik. Ik ga op de achtergrond denk ik zelf ook even bezig met rijden om zo wat meer geld binnen te harken. Anders schiet het namelijk niet heel erg veel op. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze episode. Ik hoop natuurlijk dat jullie hem leuk vonden. Zowel, dan kun je mij even een blauw duimpje omhoog doen. Of tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn episodes wil zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.